Nee! Maar, oh! Dit is eng? Ja, hè? Oh, dit is heel eng! Oh, ik voel best een beetje in mijn broek. Oh, ik vind het helemaal niet leuk. Goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Strafwerk. Mijn naam is Robert en ik heb deze week twee hele leuke, bijzondere gasten. Deze meid kan zingen en acteren. Ze is momenteel te zien in de musical Lazarus. En we kennen haar natuurlijk allemaal als Elsa uit Spangas. René! En ze neemt het op tegen haar beste vriend. Niet alleen in Spangas zijn ze onafscheidelijk, maar ook in het echt. Hij speelde mijn vriendje Otis, Tobias! Yeah! Jongens, wat leuk dat jullie er zijn. Dankjewel, ja. Leuk om er te zijn. Ik wil het toch even benoemen, het is niet heel leuk, maar jullie zijn uit Spangas. Ja. Ja, ja het is soms is er gewoon een tijd van komen en soms is er een tijd van gaan. En wij dachten, het is tijd om te gaan. Ja. Wat wel heel moeilijk was, want we missen het ook heel erg en iedereen. Zeg maar, we zijn heel veel andere leuke dingen nu samen aan het doen. Zijn jullie een beetje fanatiek? Behoorlijk. Ja, moker. Ja? Moker ja. Fanatiek. We hebben drie rondes en de verliezer krijgt strafwerk. Ach, yes. Als het maar geen wiskunde is. Nee, het is een hele vervelende opdracht. Erg. Wie wil het kluisje gaan openen? Ik wil het worden. Wil jij dat hier gaan doen? Kan ik jou de schuld geven? Drie. Wat ligt er? Wat is het? Een foto. En een shirt. Oh, yes. Oh my god. Ja, kijk schat. Wie vindt het lezen? Twerk voor 30 seconden! Ja, dit moet jij winnen. Verliezen. Nee, dit moet jij doen. Nee, ik ben een witte meid. Ik kan dat niet. Ja, jij kan dat echt heel goed. Het is niet eerlijk. Kan je echt twerken, Tobias? Nou, ik schrijf er niet over op, maar in de beeldpartij. Op een wilde avond kan ik best wel even schudden. Ja? Ronde nummer 1, de huiswerkhulplijn. Jongens, hoe was jullie aardrijkskunde op school? Nee. Zien jullie allebei heel paniek kijken? Heel slecht. Ja. Nou, dat komt goed uit, want ik heb voor jullie allebei wat vragen. Maar jullie hoeven ze dus niet zelf te beantwoorden. Jullie mogen zometeen gaan bellen met een reisbureau die niet weten dat jullie gaan bellen. Jullie hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te krijgen. Duidelijk. Ja. Ja? Kristalhelder. Ik zeg een steen, papier, schaar wie er begint. Scharen. Kut. Dat betekent Tobias! Yes! Nee! Maar, oh! Van waar deze reactie? Ik heb hier zo'n hekel aan. Heb, ja? heb je belangst? Ik weet niet, ik heb een beetje belangst. Ja. Oh, ik voel echt een beetje in mijn broek. Oh, ik vind het helemaal niet leuk. Oh. Goedemiddag. Hoi, mijn Peter. Ik had een paar vraagjes. Ja? Ik was heel erg benieuwd. Ik ben namelijk een beetje aan het ontdekken waar ik graag naartoe zou willen. En ik dacht, wat hoort bij het kleinste land? Wat is het kleinste land? Wat zegt u? Het kleinste land, vroeg me af. Ter wereld eigenlijk. Of voor reizen? Ja. Nou, dat weet ik ook niet, maar ik ga het aan mijn collega van de reisafdeling geven. Oh, dat is fijn. Ik denk dat de Liechtenstein van Andorra wel aan de buurt kwam, maar ik zal nu even met de... Misschien is Monaco nog een beetje kleiner, maar ik geef hem mijn collega even. Oké, okay, ja, dat is goed. Moet ik stoppen? Nee. Weinig tijd. Peter moet poepen. Hij heeft geen tijd. Kom op. Peter moet poepen. Ah. Is het klaar nu? Ja. Oh, ik ben er eigenlijk blij mee. Kijk dit even, eigenlijk. Hè. Dit is echte paniek. Je deed het wel heel leuk uitleggen. Je zei niet, je moet deze vragen beantwoorden. Je ging echt proberen, maar je hebt geen tijd eigenlijk daarvoor. Nee, geen tijd. Nee, dat had ik ook helemaal niet in de gaten. René, ga jij dit nu anders doen? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag met Hilke. U bent live in mijn uitzending. Ik heb een eigen radioprogramma en dit is een spelshow. En ik heb een paar vragen voor u. En als u die allemaal goed beantwoordt, dan kunt u geld winnen. Wilt u meedoen? Wat voor radioprogramma is dat? Het zijn maar 5 vragen. Ik ben echt zo klaar. Nee, maar wat voor radioprogramma is dat? Mijn eigen radioprogramma van NPO. Nou, ik heb momenteel weinig tijd. Sorry, ik kan dat niet aanleven. Alsjeblieft, 1 vraag. Wat is de hoofdstad van Spanje? Wat is de hoofdstad van Spanje? In Madrid. Yay! Oké, in welke provincie ligt Breda? Brabant. Yes! En vraag 3, in welke zee liggen de Waddeneilanden? Ja, de Waddenzee. Yes! Hoe heet de hoogste berg ter wereld? Oh, te laat. Hartstikke goed, u heeft het top gedaan. Bedankt voor uw medewerking. Fijne dag nog! Nou! Jij krijgt het weer voor elkaar, hè? Wat creatief! Nee, maar hij heeft het me echt moeilijk gedaan. Ik heb het zweet zat op mijn lippen. Dit is echt? Ja, hè? Oh, dit is heel eng. Oh, wat erg, die arme man. Die denkt, waar is mijn geld? Ja, dit zegt wel de eerste ronde, René. 1 punt voor jou. Oh. Dit maakt de stand 1-0. Tijd voor ronde 2. Jullie hebben straf.
jullie moeten nablijven. Want jullie hebben iets gedaan op school, maar jullie weten niet wat. Ja. Ik ben even de directeur van de school, directeur Rodenburg. En jullie mogen gewoon een aantal vragen aan mij gaan stellen. De eerste zin en dat is, het is echt onacceptabel wat jullie hebben gedaan. Ah. Heb ik mijn huisdier meegenomen naar school? Nee. Oh, ze gaat meteen. Heb ik iets kapot gemaakt? Nee. Was er een voedselgevecht? Nee. Heb ik een punaise op de stoel gelegd? Nee. Een scheetzak? Nee. Is het een prank? Ja. Ja. Het is een prank. Ja. Zijn er okay, heel veel mensen slachtoffer geworden? Nee. Alleen de docent, jij, u. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Hebben we een roddel over je verspreid? Ja. Heb ik gezegd dat je heel veel zweet? Nee. Stink je? Nee. Vinden wij dat je stinkt? Hebben we de roddel verspreid? Dit komt uit eigen ervaring op, bij mij op de basisschool, dat je een string draagt. Nee. Dat is heel zielig, dat is echt gebeurd. Wow. De kinderbescherming stond hier op de stoel. Ik heb een prank uitgehaald. Met jou. En daardoor was de kinderbescherming. En daardoor is de kinderbescherming gebeld. Hebben we gelogen? Ja. Hebben we gelogen? Ja. Oh. Over iets dat jij hebt gedaan. Ja. Met ons. Ja. Oh, hebben wij de kinderbescherming gebeld omdat we zeiden dat je ons hebt geslagen, maar dat was niet. Ja! Ja! Oké. Detail. Wat maakt de score? 1-1. Leuk! René, jij vertelde net een verhaal midden in het spel over een string met een docent. Ja, wij hadden een docent op school en de roddel ging dat hij strings droeg. Oké. Okay. Ja, dat is echt heel, heel lullig. En was dat ook zo? Daar doe ik geen uitspraak over. Oké, jongens, we gaan erachter komen wie er zo gaat twerken, want we gaan door naar ronde 3. Zijn jullie goed de smoesjes bedenken? Ja. Ja, ik kan het echt goed. Ja, ik ben veel te eerlijk daarvoor. Ja? Ja. Jongens, we gaan erachter komen. Ja, we gaan het zien. Ik ga jullie zo meteen een case geven. En daar mogen jullie binnen 30 seconden zoveel mogelijk smoesjes voor bedenken. Wie begint er? Nog één dan. Oké, René, ben je er klaar voor? Nee. René, jij zat tijdens de les op je telefoon. Waarom? Mijn oma is heel ziek. Mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Mijn kat die is bij de dierenarts, die wordt geopereerd. Ik moet kijken hoeveel likes ik heb op TikTok. Ik moet kijken of ik mijn visum aanvraag, of dat is gelukt. Of mijn paspoort nieuw is gelukt. Ik moet mijn belasting opgeven. Ik moet kijken of mijn geld al binnen is. Ik moet die leuke jongen waar ik een crush op heb toevoegen op Facebook. Ik moet kijken of ik al een bericht terug heb van een werkgever. Het gaat over geld en werk, is heel belangrijk. Ik moet... Wordt dit allemaal goedgekeurd? Ja, ga je daar overheen? Ja, we gaan ervoor. Oké, Tobias. Jij kan niet meedoen met gym. Waarom niet? Ik heb mijn enkel verstuikt, mijn kleren vergeten. Ik was te laat, want ik had me slapen. Ik voel me gediscrimineerd omdat ik op jongens val. En daarom durf ik niet me om te kleden. Ik heb... Ik heb mijn... mijn sportschoenen vergeten. Ik vind de zaal van de vloer vies. Ik heb mijn hond bij me, die mag de zaal niet in. Ik heb pijn in mijn grote teen. Ik heb mijn horloge nog om. Tobias! René, gefeliciteerd! Dankjewel. Wow. Wat een prestatie. Dankjewel. Nou ja, ik heb er heel hard voor gewerkt ook hoor. Dus, Je hebt je eigenlijk uitgesloopt. Ik zeg twerkmuziek, outfit aan. Hier is Tobias. Polerik! Oké. Okay. Goed hè? Oh! Ik kan dit niet. Nee, daarnaast heb ik leuk. Ja, ik kan dit niet. Ik kan het wel laten zien hoe het dan moet en hoe het niet moet. Ja, kijk eens heel goed. Nee, kijk, ik kan het ook. Kom Robert, jij ook erbij. Hup, laat zien. Ik ga ernaast. Goed job. Yes. Jullie hebben de studio letterlijk en figuurlijk gesloopt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het heel leuk. Jullie thuis, bedankt voor het kijken.
Vergeet deze video niet te liken. Laat even hier in de comments weten wat je ook leuk zou vinden. En wie je misschien hier ook een keer graag zou willen zien in de studio. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Met hem. Wij niet meer. Who knows?